Sporten met een beperking, hoe doe je dat? Waar haal je je spullen vandaan? Stichting Dutch Adaptives helpt om sportdromen waar te maken en te zorgen dat sporten toegankelijker wordt. Zijn voldenaar Michael Robert Brands heeft zelf een fysieke beperking. Hij heeft één been en is toch een vervent sporter. Hij is van de stichting Dutch Adaptives. En we spreken hem nu, Michael Robert. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, jij bent er een schoolvoorbeeld van dat het heel goed kan, sporten met een beperking. Maar is het lastig om daaraan te beginnen als je in die situatie zit? Ja, nee. De ene die kan het heel makkelijk. Maar er zijn ook een hele hoop mensen die toch een hoop drempels ervaren. Is het niet doordat ze niet de juiste tools hebben of toch niet het gevoel hebben dat ze in een sportschool terecht kunnen. Ik heb er geluk mee gehad, maar ook mensen hebben dat niet. Ja, een paar jaar geleden hebben we jou bij Omroep Flevoland gevolgd toen je met krukken en al de Ben Nevis ging beklimmen, een berg in Schotland. Dat was echt gewoon bijna onmenselijk wat je daar hebt gepresteerd. Ben je nu eigenlijk nog steeds druk met sport? Het is nu heel even wat rustiger. Ik moet zeggen dat ik volgend jaar wel weer wat leuke dingetjes ga doen. En ik heb overigens na de Ben Nevis ben ik nog op de Chinese muur met een teamlid van Dutch Adaptives. Dus hebben we de Chinese muurmarathon gedaan. Dus ja, intussen is er al wel weer een hoop gebeurd. En ben ik nu voorzitter van de stichting. Ja, ben jij dan, want ik heb twee benen, maar ik doe het je niet na. Wat is het dat jou zo drijft om dat soort dingen te gaan doen? Ik denk gewoon dat ik het leuk vind. Ik vind het leuk om... Ik ben een projectsporter, zeg ik altijd maar. Dus ik moet wel een projectje hebben om ergens naartoe te trainen. Anders wordt het niks. Ik ben best wel lui eigenlijk. Huh. Nou, lui, noem het maar lui. Ja. Ja, jij bent natuurlijk een beetje een uitzonderlijk geval dat je dat soort dingen onderneemt. Hè? Maar is het ook voor mensen met een beperking juist wel goed om te gaan sporten? Omdat anders misschien het gevaar is dat je te weinig beweegt? Ja, zeker. En zeker ook nu met de coronacrisis is het juist voor mensen met een beperking en vooral ook chronisch zieken, vergeet die even niet, is het vooral heel belangrijk dat ze blijven sporten. Dat is natuurlijk een doelgroep die al heel snel de stempel krijgt. Die hebben al een onderliggend iets. Maar deze mensen die zijn over het algemeen echt ontzettend fit, omdat ze moeten bewegen vanwege hun beperking. En dat wordt wel vaak onderschat. Maar dat neemt niet weg dat dat mensen die nog niet zoveel sporten daar wel wat hulp bij kunnen gebruiken. Maar veel blijven sporten. Ja, er is natuurlijk ook wel hulp. Hè? In verschillende gemeentes wordt wel degelijk aandacht besteed voor sporters met een beperking. Hoe vind jij dat het gaat? Het gaat steeds beter. Ik moet eerlijk zeggen dat we zijn langzaamaan met de stichting ook advies aan het uitbrengen bij sportbeleid. Gemeentes maken een beleid elk jaar. Ja, en dat is niet altijd zoals het zou moeten. Of ergens verkeerde weg gekozen waarvan wij denken, dat kan beter. En daar kunnen we met de stichting nog wel een hoop, daar kunnen mensen nog een hoop veranderingen door kunnen. Maar wat schort er dan bijvoorbeeld aan? Nou ja, er worden gewoon heel veel geld uitgegeven aan dingen die misschien anders kan. De doelgroep, specifiek de doelgroep. Neem bijvoorbeeld, kijk, je moet voorstellen, iemand die bijvoorbeeld uit revalidatie komt. Kan bijvoorbeeld tegen een probleem aanlopen dat hij niet zo makkelijk bij een fitnessschool terecht kan. Ja, dat is nou net iemand die in een zwart gat valt. Kijk, als je echt bij een sportvereniging terecht gaat komen waar al heel veel gesport wordt met alleen mensen met een beperking, dan is het geregeld. Maar niet iedereen wil dat. En Dutch Adaptives is vooral voor de mensen, denk ik, die eigenlijk al heel sociaal zijn, in zoverre dat ze heel zelfstandig kunnen functioneren, maar toch nog wel tegen een hoop drempels aanlopen. En voor die doelgroep valt nog een hoop te winnen binnen de gemeentes. Ja, dus als Dutch Adaptives zijn jullie een lobbygroep eigenlijk, hè, om bewustzijn te creëren, ook vooral van maak het makkelijker voor mensen met een beperking om te gaan sporten. Jullie helpen ook sporters daadwerkelijk om die sportdromen dan allemaal waar te maken. Maar daar hebben jullie ook wel geld voor nodig. Kleine stichting, hoe doen jullie dat? Nou ja, wij hebben wat we doen is gewoon fondsen aanvragen. En de fondsen, daar dienen we projecten in. We proberen sport toegankelijk te maken, wel voor iedereen. Maar dat kan zijn van een triathlon tot een stukje crossfit, tot een stukje thuisbegeleiding door de juiste professionals. Maar daar is geld voor nodig. En onze stichting bestaat voornamelijk uit vrijwilligers. Of eigenlijk alleen maar vrijwilligers. We doen het allemaal omdat we ooit een keer tegen dat probleem zijn aangelopen. En dan vragen we fondsen. Maar ja, corona, en dan loopt iedereen tegen een nee aan, helaas. Ja, nu komen jullie met de Happy Challenge Box, die mensen op jullie site kunnen bestellen. Vertel daar eens over.
Nou, wat er eigenlijk aan de hand is, ik zal proberen kort uit te leggen, is dat we hebben twee projecten draaien. Dat heet is een triathlon traject, waarbij we mensen met een beperking of een chronische ziekte aan een officiële triathlon willen laten meedoen, maar ook het hele trainingstraject. En we hebben Start to Get Fit, dat is een project waarbij we mensen die eigenlijk een drempel, nog niet over die drempel durven te stappen om te gaan sporten, omdat ze echt net ergens invallen wat heel lastig is. Die proberen we door middel van thuissport in beweging te krijgen. Maar omdat er geen geld is, moesten we wat en hebben we de Happy Challenge Box bedacht. En dat is eigenlijk een brievenbusbox die je kan kopen. Dat geld dat is een soort crowdfunding, zo kun je het zien. En in die box zit een challenge van een week, waarbij we eigenlijk iedereen meenemen en uitdagen om een week lang te sporten met sportoefeningen die gegrepen zijn uit ons leven. Dus bijvoorbeeld blind burpees doen of zonder je handen te gebruiken de was naar boven brengen. Allemaal hele leuke, met een knipoog vooral, workouts. En daarnaast zit er in die box hele toffe aanbiedingen en acties van partners, van een Mudmasters tot en met een Unbreakable Academy. Dat zijn allemaal hele mooie aanbiedingen die aansluiten bij de verschillende leefdomeinen waar mensen tegenaan lopen. Dus het is niet zomaar iets uit de lucht gegrepen. Iedereen heeft iets aan wat er in die box zit, in de hoop dat ze in het komende seizoen die acties gaan gebruiken om in beweging te komen. Ja. Ja, en dan hebben wij een win. Ja, hoeveel is de box? De box is €35 en daarmee help je Stichting Dutch Adaptives. En dan kunnen we eigenlijk de twee projecten lanceren waar we heel druk mee bezig zijn. Dus dat is een officiële triathlon. Je kunt zelfs meedoen als je daar echt heel erg interesse hebt. En Start to Get Fit kunnen we daarmee lanceren. En nog een aantal andere projecten die in de pijplijn zitten. Nou, wil je de box bestellen of meer informatie? Kijk dan op de website dutchadaptives.nl. Michael Robert Brands van de Stichting Dutch Adaptives, dankjewel.